Wat bent u aan het doen? Mijn kantoor aan het uitruimen. En het gala gaat ook niet door. Het bestuur vond de chaos de laatste druppel na de eerdere incidenten. Dus, heb je nu je zin? Ja hoor. Wij zijn inmiddels toch wel gewend alles zelf te regelen. Dus. Ik heb altijd alles gedaan, hè, voor deze school. Ja, voor de school. Niet voor ons. Een alternatieve prom. Yep. Ik heb iedereen uitgenodigd. De examens zijn klaar en prom is afgelast. En ik ben geweldig in feestjes geven. En je wil dus jongens die van plan zijn meisjes GHB te geven in de val lokken? Mm-hmm. Als zij plannen maken om ontmaagd te worden, dan maken wij toch plannen om ons te beschermen? Dus ik vind het wel echt heel ambitieus. Ja, zelfs voor jou. Ik heb de uitslagen terug. Uit de test blijkt dat ik verkracht ben. En de politie kan niet aantonen van wie het DNA is zonder verdachten te hebben. Dus die moeten we gaan aanleveren. En we beschermen weer andere meiden, dus. Win-win. Doe je wel een beetje voorzichtig vanavond? Ja. Oh, catering. Wat doe jij hier? Is toch een feestje? Hey! Geen feestje zonder drank. Je bent er al. Tuurlijk. Zo. Wat doet hij hier? Ik wil dat je het nog vertellen, maar ik vind hem een beetje leuk. Ben je soms vergeten dat hij alleen was met mij op mijn kamer? Nee, tuurlijk ben ik dat niet vergeten. Hé, hey, de party is hier! Wat doe je hier nu al? Ja, ik dacht ik kom eerder. Check hoe het met je gaat, kijk of ik je ergens mee kan helpen. Hé, hey, Sam. Die bekers, ik heb ze verwisseld. Voor ik Justine te drinken gaf, je moet me gaan geloven. Dan alsnog had jij zelf wel GHB op. Kan je me beloven dat je nog alles herinnert van die avond? Dat je echt niks bij Justine hebt geprobeerd? Precies. Oké, zullen we wat gaan drinken dan? Beste idee van vandaag. Geef me ook maar wat. Oh? Ik zeg niks. Nou, kom maar op. Guys, yo, check dit. Dames, ik wens jullie heel veel plezier bij het feestje vanavond, maar waar is eigenlijk het feestje? Jus. Ik ga wel even. Gaat het? Ze komen niet. Dus we gaan ook geen dader pakken vanavond. Ik dacht echt dat als ze mijn verkrachter opnieuw de kans gaven, dat hij wel zou bijten. Dat hij gewoon een fout zou maken. Dat hij eindelijk eens een keer zo'n laffe kop zou laten zien. Maar hij gaat niks meer worden dan gewoon een nachtmerrie. En ik niks meer dan gewoon een slachtoffer. Of wel? Nee. Nee, ik ben veel meer dan een gefotoshopte porno-chick. En jij bent veel meer dan alleen een slachtoffer. Zelfs al pakken we hem niet. Oké. Okay. Fuck it. Dit wordt gewoon het allerbeste feestje ooit. Kom op. Wat is het? Kom. Ja. Oké. En nu? We gaan wel gewoon wat drinken, stijve harker. Sorry. Oké. Okay.
Een toast. Op ons. De sletten van 6 VWO. En op een nieuw begin. Cheers! 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 Abonneer op ons YouTube-kanaal en klik op de link NPO 3.